Jongens, ik ben Dennis, aka Denske. En vandaag hebben jullie weer een nieuwe Call of the Ghost video. En vandaag is wel het krenk gameplay op Strike Zone. Maar het is geen gewone gameplay. Want als je nou al ziet, je ziet de knife. Nou, het is geen knife only gameplay. Dat toevallig nog net niet. Maar het is vandaag een gameplay met dual wield magnums. Plus ecox scopes. Dus dat is best wel insane. En dat is voor een emblem. Ik wou een emblem halen. En dat is met een hond. Dan moet je 200 kills maken met dit wapen wat je nou ziet. Dat is best wel kut, geloof me. Op deze map ging het heel goed. Maar normaal gezien is dat verschrikkelijk kut. En ik wou er eigenlijk een serie van maken. Nou, ik heb hem inmiddels al gehaald. Ik heb er geen serie van gemaakt. Dit was de eerste gameplay die ik had. En dacht van, wauw, oké, dit is fucking awesome. Ik ga hier een serie van maken. Maar hoe meer je dit speelt, hoe kutter het wordt. En ik zeg het je, jongens. Deze wapens zijn echt uber slecht. Dus ik heb er maar geen serie van gemaakt. Want ik ging op een gegeven moment echt rage. Dus ik denk, nou, oké, ik laat het hier wel bij. Maar in ieder geval, nou, dat we het toch over rage hebben. Nou, dat is op zich wel een goed bruggetje naar mijn volgende onderwerp. Want ik wou het hebben over hoe erg KPN een bitch is. Want je zou misschien denken, what the fuck? Nou, in ieder geval, gisteren had ik niks geüpload. En je zou misschien wel denken, ah, Dennis is wel lui. Nou, misschien wel, maar in ieder geval, ik probeer echt 9 van de 10 keer probeer ik echt video's online te zetten. Gisteren heb ik heel de dag geprobeerd een video te maken. Maar ik had zo'n verschrikkelijke lag en ik werd er gewoon echt serieus gek van. Want voor de mensen die mij beter kennen, die weten dat ik enorm slecht tegen dat soort bullshit kan. En dan kan ik ook echt als een gek reetje. En ik stond echt op dat punt om dat te gaan doen. Ik was echt op het punt om gewoon mijn controller zo de midden te breken of zo. Ik denk, oké, doe me het toch maar niet. Ik heb een PlayStation 4 controller in mijn hand. Is een beetje zonde. Dus daar heb ik dan nog net niet gedaan. Maar ik werd echt helemaal gek. Ik heb tot een uur of 12, half 1 heb ik doorgespeeld om een video te kunnen opnemen. Maar het lukte gewoon niet omdat ik zo'n verschrikkelijke lag had. En ik snapte het maar niet. En nou ben ik erachter waar het aan ligt. En toevallig had ik vandaag weer verschrikkelijke lag. Ik wou een nieuwe facecam vrijdag recorden. Dat was dus op de PlayStation 3 Black Ops 2. En ik had weer verschrikkelijke lag. Ik denk, what the fuck kan dit zijn? Hè? Dus ik dacht van, weet je wat? Ik ga naar mijn router toe. En dan via de computer. Als je via de computer je IP-adres in die internetbalk intypt, dan ga je naar je instellingen van je router toe. En daar kun je bepaalde dingen instellen. En ik had al heel veel verschillende dingen ingesteld, waardoor mijn internet dan nog op zijn best was, zeg maar. Het was niet top, maar het was op zijn best. En ik ging kijken en ik kon gewoon niet meer inloggen. Het wachtwoord, dat deed het niet. En ik wist 150 miljoen % zeker dat het wachtwoord gewoon klopte. En waarschijnlijk heeft KPN dat veranderd zo. Na 50 keer proberen kon ik ineens niet inloggen, maar kon ik mijn wachtwoord veranderen. Was fucking random. Dus toen kwam ik er eindelijk in. Toen kwam ik erachter dat al mijn instellingen verwijderd waren. En dat dat de reden was waarom ik al die tijd zo'n verschrikkelijke lag had. En waardoor ik dus gewoon geen lobby's kon joinen. En waardoor het zo kut was. En voor de mensen die nou zo denken van, nou upload ik meer. Dit heeft niks te maken met mijn internetsnelheid, want mijn internetsnelheid is gewoon super slecht. Alleen, toen dat probleem was, was het nog veel, veel slechter. Ik had een internetsnelheid van 0,3 MB per seconde. Dat is gewoon absurd. Daar kun je echt niks mee. Dus dat was wel bitchy. Nou is het ook niet echt heel hoog, nou is het 9 of zo. Maar ja, dat is voor mij dan nog een heel verschil. In ieder geval, dat wou ik dus vertellen, dat ik daarom dus ook gisteren niet geüpload heb. En dat KPN een bitch is. Dus mocht je nou een heel slecht internet hebben, ik zou zeggen, ga daar eventjes kijken. Hetgene wat je dus moet doen, is je IP-adres van je computer moet je intypen in je internetbalk. Dan ga je naar de website toe van je router en daar kun je dingen veranderen. Als je dan nooit iets hebt veranderd, hoef je er eigenlijk niet op te kijken, want dan is er niks veranderd, want je hebt zelf niks veranderd. Maar omdat ik daar heel veel dingen destijds had aangepast en die waren dus nou allemaal gereset, waardoor het allemaal kut was. Dus ik wou het jullie eventjes vertellen. Als het goed is, komt straks nog een facecam vrijdag. Ga ik nou gelijk recorden. Dus hopelijk dat ik nou beter internet heb. Dus tot dan en houden we.